Dit is een bespreking van deel 6 van het verhaal van Cephalus en Procris. In het voorafgaande heeft Cephalus verteld hoe hij en zijn vrouw Procris weer bij elkaar waren gekomen. Sterker, Procris neemt twee cadeautjes voor hem mee, namelijk de speer, die de aanleiding was van het hele verhaal, en een jachthond die Lelaps heet. Daarna heeft Cephalus dat het verhaal over die hond verteld, die bij jacht op een vos uiteindelijk versteend. Die hond die heeft hij dus niet meer, maar die speer wel. Ovidius vertelt dus dat die hond en die speer, dat een cadeautje van Procris aan Cephalus was. Waarschijnlijk uit haar tijd die ze met Diana, de godin Artemis, heeft doorgebracht. Er bestaat ook een andere versie van dat verhaal, namelijk dat Procris eerst vermomd als jongen terugkomt en dat Cephalus dan overspel pleegt met deze jongen. Dus Procris geeft Cephalus een koekje van eigen deeg in deze versie van het verhaal. En daar zouden in regel 752 die woorden Laesum prius ulta pudorem, nadat zij eerst haar gekwetste kuisheid gevroken had, die zouden best eens op dat verhaal kunnen slaan. In ieder geval, Cephalus nog steeds aan het woord. Hij heeft net dat verhaal over die speer en die jachthond verteld. En nu stopt hij even. Haktinus, tot hier, sprak hij, moet je aanvullen, et tacuit. En hij zweeg. Onderwerp is Cephalus, die aan Focus het verhaal aan het vertellen is, nog steeds. Focus stelt nu ook een vraag. Focus ait, Focus zei. Jaculo, quod crimen in ipso est. Quod crimen, welke misdaad, est, is, in de speer zelf. Welke misdaad is dan in die speer zelf? Die speer zelf, zegt Focus, heeft toch nog niks fout gedaan? In het begin heeft Cephalus al verteld dat die speer de oorzaak is van de dood van Procris. Vandaar de vraag van Focus. Jaculi, se crimina reddit ille. Cephalus gaat weer verder met zijn verhaal. Staat hier hij, dat is dus Cephalus, die heeft verteld, reddit, heeft teruggegeven. Als volgt, sic, slaat op wat er komt nu. Dus als volgt, de crimina, de misdaden van de speer. Crimina als enkelvoud vertaald. Hè. Dus Cephalus gaat nu vertellen welke crimen, welke misdaad er dan in die jaculum, in die speer, zit. Hij spreekt nog steeds tot Focus, dat blijkt hier uit de vocativus. Gaudia principium nostri sunt voce doloris, zegt Cephalus. Focus, vreugdegevoelens, gaudia, hier vertaald als enkelvoud, die zijn, sunt, het begin, principium, en dan bij elkaar nostri doloris, van onze van ons verdriet. En dat ons kan natuurlijk slaan op Cephalus en Procris. Maar we zijn ook al gewend dat nostri alleen naar de verteller kan verwijzen. Dan gaat het dus over mijn verdriet. Illa prius referam. Illa slaat terug op die gaudia, op die vreugdegevoelens. Die eerst zal ik vertellen. Referam hier wel een futurum. Over daarover zal ik eerst vertellen. Over mijn gelukkige huwelijk met Procris. Juvat, het helpt letterlijk. Dus het bevalt mij. Oh, het bevalt mij. Te denken aan, memini is me te herinneren, memini heeft de genitivus, vandaar beati temporis, me te herinneren, de gelukkige, beatus tempus, de gelukkige tijd, Ayakida, dat is Focus, dat is een zoon van Ayakus, de koning van Aegina, kijk even terug naar het begin van het verhaal, dus het helpt, ik vind het leuk, om me te herinneren de gelukkige tijd, beste Focus, waarin, quo waarin eram, ik was per annos primos, gedurende de eerste jaren, zoals het hoort, was ik Felix, dus de tijd waarin ik was Felix, gelukkig, gedurende de primos, de eerste jaren, rite, zoals gepast, zoals het hoort. Felix erat illa marito. En gelukkig was zij, dus Procris, Felix, die was ook Felix gelukkig, marito, door of met haar echtgenoot.
Dus ik was Eram, was Felix conjuge en zij, Illa, was Felix marito. Mutua cura duos et amor socialis habebat. Een wederzijdse zorg, betekent vaak liefde, hier ook, hield ons beiden, staat er letterlijk, had ons beiden in haar greep. Dus een wederzijdse zorg, ik heb habebat vertaald met beheerste ons tweeën, ons beiden en in amor socialis, een vriendschappelijke liefde, betekent dat ongeveer huwelijksliefde. Dus we hielden heel erg van elkaar. Habebat, net als erat en eram hier in het imperfectum, omdat Kefalus hier de achtergrond aan het schetsen is, waarin de volgende elementen in het verhaal zich gaan afspelen. Ons huwelijk was erg gelukkig. Nec jovis illa meo talamos praeferet amori. En niet, en ook niet, nec, en niet zij, zou verkiezen, zou prefereren, boven meo amori, boven mijn liefde, en dan het leidend voorwerp talamos, een huwelijk, een huwelijksbed eigenlijk, van Jupiter. En zij zou niet liever met Jupiter getrouwd willen zijn dan met mij, zegt Kefalus. En ik, en er was, en nu zegt hij iets over zichzelf, en niet was er Erat enige vrouw die, en niet was er enige vrouw die mij kaperet, die mij zou kunnen nemen, letterlijk, die mij zou kunnen verleiden, niet als Venus zelf zou komen. En daarmee verwijst hij misschien terug naar zijn avontuur met Aurora. Zelfs niet als de godin van de liefde mij zou willen verleiden, had ze enige kans gehad. Zo gelukkig was ons huwelijk. Aequales hoort bij flammai. Gelijke vlammen verbrandden in de verleden tijd, weer in het imperfectum. Verteerden heb ik vertaald. Pectora, onze harten. Ze waren hartstikke stapel verliefd.